We staan van de carnavalsvereniging en we gaan voor dit jaar voor de 44ste keer het vuur weer ontsteken. Maar voordat ik nog wat mensen ga bedanken die heel veel dingen hebben gedaan vandaag, wil ik eerst even het woord geven aan de adjudant. Jasper. Kees, bedankt voor het geluid. Voordat wij ons vuur gaan ontsteken, moet eerst even administratie bijgewerkt worden. We hadden namelijk een klein prijsje voor degene van de jeugd die de meeste oliebollen heeft gekocht. Onze jeugdhandelaar heeft maar liefst 111 zakken oliebollen gekocht. Dus Damien, kom even erbij. Ik heb je prijs voor je. Een enorme zak confetti. Drie bollen! Leeg. Dan geef ik nou het geluid door aan onze jeugdpresident Justin. Eindelijk is het dan zover. Het vuur gaat aan, dus de carnaval kan beginnen. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ons. En zoals jullie weten, met de twee J's wordt het dit jaar een megafeest. Hey! Nou jongens, ik vind het weer geweldig dat we het met elkaar allemaal weer gered hebben. De hofresidentie ligt er weer geweldig bij. Buiten is het, er is alweer een tent bij aangezet. We zitten al op 4 tenten. Duurt niet lang en dan moeten we ook de tent erachter nog eraan gaan zetten. Maar iedereen heeft weer heel veel, echt goed zijn best gedaan. Het ziet er allemaal weer piekfijn uit en ik denk dat we een geweldig carnaval gaan meemaken met elkaar. We gaan, Justin, ik wil jou verzoeken om het vuur te gaan ontsteken samen met je adjudant. En als die brandt, dan zingen we natuurlijk het Veneglutenlied. Kijk maar naar mijn zoet.